In deze video behandelen we vraag 5 uit het examen van 2019, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. De opdracht begint met een stukje informatie, namelijk dat de hoeveelheid regen die valt wordt gemeten in millimeters. Verder vertellen ze dat er 1 millimeter regen valt op een plat dak met een oppervlakte van 1 vierkante meter. We moeten met een berekening laten zien dat er dan 1 liter water op dit dak is gevallen. Het vervelende van deze vraag is dat er verschillende maten door elkaar heen worden gebruikt. Het gaat over millimeters regen op een dak in vierkante meters en het antwoord moet in liters gegeven worden. Belangrijk is om te onthouden dat als je verschillende maten keer elkaar wil doen omdat je een inhoud wil berekenen, zoals in deze vraag, dat je er dan voor zorgt dat alle maten die je gebruikt eerst omgezet worden naar dezelfde maat. Dan kan je natuurlijk afvragen welke maat hier handig is. Omdat we het antwoord moeten geven in liters, is het goed om te weten dat 1 liter past in 1 kubieke decimeter. Dus als we alle maten omrekenen naar decimeters. Deze daarna keer elkaar doen, dan zouden we uit moeten komen op 1 kubieke decimeter. Als dat zo is, dan is er namelijk ook 1 liter regen op het dak gevallen. Gegeven is al dat het dak 1 vierkante meter is. Van vierkante meter naar vierkante decimeter moeten we keer 100 doen. Dus het dak is ook wel 100 vierkante decimeter. 1 mm water is hetzelfde als 1 tiende centimeter water en dat is weer gelijk aan 1 honderdste decimeter. Nu kunnen we het oppervlakte van 100 vierkante decimeter keer de hoogte van 1 honderdste decimeter doen en krijgen we als antwoord 1 kubieke decimeter, wat dus gelijk is aan 1 liter. Als je liever helemaal geen oppervlakte omrekent, dan kunnen we het ook nog een stapje terugbrengen. Een dak met een oppervlakte van 1 vierkante meter kunnen we ons voorstellen als een vierkant van 1 bij 1 meter. En een meter is gelijk aan 10 decimeter. Dus het dak is ook wel 10 bij 10 decimeter. De hoogte van het water 1 millimeter, is gelijk aan 1 honderdste van een decimeter. Inhoud uitrekenen kan u met lengte keer breedte keer hoogte, dus 10 x 10 keer 1 honderdste. Dat is gelijk aan 1 kubieke decimeter, en dat is gelijk aan 1 liter. Deze vraag is twee punten waard. Eén punt krijg je voor het omrekenen van je maten naar decimeters, en het tweede punt krijg je voor het uitrekenen van het aantal liters water. Wil je nog meer oefenen met zorggelijke vragen? Dan hebben we een aantal vragen uit de examens van voorgaande jaren voor je bij elkaar gezocht, die hierbij passen. De link vind je onder de video. Deze video is gemaakt in samenwerking met lerenvoor het examen.nl. Hier vind je alle informatie om je goed voor te bereiden op het examen, zoals lesmateriaal, video's en examenuitleg. Meer wiskunde-uitleg vind je natuurlijk op het YouTube-kanaal van Wiswereld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.